Sier dus. Sier! Wat een knap werk van doelman Waterreus. We kennen Ronald Waterreus natuurlijk als eerste keus. 10 jaar lang succesvol bij PSV. Maar hij speelde ook bij Glasgow Rangers. En dus leverde de wedstrijd tussen twee oud-werkgevers een glimlach op. Nou ja, die glimlach die was er al toen ik wist dat het mogelijk was dat ze überhaupt tegen elkaar zouden spelen. Alleen ja, goed, dat Rangers in de, wat was het, 92 minuten uit tegen Lissabon nog gelijk maakt. Daar had ik op dat moment niet meer op gerekend, maar het maakt het alleen maar extra leuk. Ja, wat is het voor een club, Rangers? Ja, het is wel echt een hele, hele grote club. Dan vooral qua statuur, niet zozeer meer qua elftal op het veld. Dus, ik zei van de week al een keer, het is een grote club, maar het is geen grote ploeg hoor. Maar ja, dit is natuurlijk een van de twee clubs in Schotland die al jaren en jaren de dienst uitmaken. En die heel veel aanhang hebben, niet alleen in Schotland, maar ook ver en ver daarbuiten. Wereldwijd. Wereldwijd. Ik heb me ooit laten vertellen dat de Old Firm Game een van de best bekeken voetbalwedstrijden van het jaar is. Dus het is een gigantisch grote club, maar als je het dan puur sportief bekijkt, dit is absoluut geen grote ploeg. Nee, dus er liggen mogelijkheden. Oh, absoluut. Ja, ik wil de druk in Eindhoven niet verhogen, maar PSV is echt zwaar favoriet. Echt zwaar favoriet. Waterreus haalde de Old Firm al aan. Het is een wedstrijd tussen twee grootmachten met heel veel rivaliteit. Ik kan me herinneren het jaar dat ik er speelde, of anderhalf jaar dat ik er gespeeld heb, dat wij de eerste ploeg waren die ooit zich plaatsen voor de tweede ronde Champions League. Schotse ploeg. Ja, dat trek ik zo voor die reden weer een lange neus. Kijk, voor die rivaliteit onderling, daar valt altijd één van de twee wordt toch altijd kampioen. Althans, dat is volgens mij de laatste 20 jaar zo geweest. Dus ja. Je komt er nog wel eens, je kent er mensen, ook nu. Enig idee hoe zij tegen PSV aankijken? Ja, dit is wel heel apart, want als je er dan ooit naartoe gaat. Wij wonnen toen de League Cup, toen ik daar speelde. Toen vroeg een speler van Rangers aan me of het de eerste prijs was die ik ooit won. En toen vroeg ik van ja, nou mag ik in Nederland de Johan Cruijffschaal ook meetellen? En toen zei hij, ja natuurlijk, dan mag jij gerust. Ik zei, nou dan is het volgens mij ondertussen de 15e of zo. Wat ik daar eigenlijk alleen maar mee wil aangeven is, ze kijken zelden over de grenzen. Dus voor hun is PSV een kleine club. Maar nu ze in één keer in de laatste 16 tegen zo'n club staan. En dan naar ranglijsten en erelijsten van een club als PSV gaan kijken. Dan realiseren ze zich in één keer, oei, ja, het is toch even iets meer dan wij verwachten. Maar goed, er zijn een paar spelers die bij beide clubs gespeeld hebben. De bekendste is natuurlijk Arthur. En die heeft hun wel duidelijk gemaakt dat PSV niet zomaar een clubje is. Hè? En dat weten ze echt al ondertussen. Hè?